Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Samengroeien podcast. Met als thema digitale transformatie. In deze podcast heb ik een gesprek gehad met Douwe Hoekstra van Academy Suite. En dat ging over vakmanschap. En ook natuurlijk vakmanschap in relatie tot digitale transformatie. Vandaag zitten we in een andere setting dan de vorige keren. Zo leren we zelf ook iedere keer weer bij hoe het nog beter, hoe het nog mooier kan. Dus mochten jullie nog ideeën hebben of je wil in deze podcast aan tafel komen zitten bij mij, ben je natuurlijk van harte welkom. Graag tot snel en veel luisterplezier. En als je via YouTube kijkt, ook kijkplezier. Douwe Hoekstra, welkom. Dankjewel, Bastiaan. Fijn dat je in onze Samen Groeien podcast acte de présence wil geven. Ja. We zitten hier op een regenachtige dag. Ergens in december, de kortste dag van het jaar. De donkere dagen voor kerst, ja. Het is misschien wel de donkerste dag voor kerst. Ik hoorde op de radio dat vanaf nu de dagen langer worden. Dus er is hoop. Er is hoop, mooi man. Goed zo. Allereerst, Douwe, wie ben je? Wat doe je? Ja. Ik wil het in het gesprek graag met jou hebben over vakmanschap. Over Academy Suite, daar werk je voor. Je werkt met Johan Visser samen. En vertel eens. Ja, nou, dankjewel. Ja, Douwe Hoekstra, directeur Academy Suite. Waar wij voor staan is in feite leeroplossingen bieden, impact hebben op het ontwikkelen van mensen. Dat doen we ook met een ondersteuning van een digitale leeromgeving. Uh-huh. En fantastisch te zien hoe je daar eigenlijk door middel van een instrument mensen in beweging krijgt. Ja. Ja. En dat is Academy Suite, hè? Dat doen jullie. Ja. En wie ben jij? Ik ben Douwe Hoekstra, vader van 3 kinderen. We hadden het er net al even over, hè? De puberteit, het hormonaal terrorisme, om maar zo uit te drukken. Ja. Passie voor het gezin, passie voor mensen, ontwikkeling. Heerlijk. Ja. Waar komt die passie vandaan? Die passie komt, denk ik, rode draad voor mij is toch wel verbinding. Verbinding met mensen, het beste van mezelf geven om anderen een stap verder te brengen. Zo zou je het eigenlijk heel mooi kunnen vertalen. Oké. Okay. En of dat nou werk is of privé, ook vanuit werk, regelmatig coaching te maken. Als je dan net even dat kleine verschil kunt maken om mensen een stapje verder te brengen, ja, daar doe je het voor. Ja. Ja. En je zegt verbinding. Wat is voor jou verbinding? Wanneer ervaar jij verbinding? Nou, ik denk, en of het nou werk is of thuis, ik zeg wel eens waarom moeilijk doen als het samen kan. Ja. Verbinding ontstaat bij mij ook los van ego, met elkaar aan de slag, resultaat voor ogen hebben en dan maximaal met elkaar naar dat resultaat toe werken. Mm-hmm. Dus ook samenwerking kun je het ook noemen. Een stuk samenwerking met oog voor waar zit jouw kracht, waar zit mijn kracht om zo met elkaar stappen te maken. Mm-hmm. Wel stappen maken. Ja. Ja. Wel vooruit blijven gaan, groeien. Groei, ja. Persoonlijke groei, groei als bedrijf, groei als team. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. En wat houdt jou daarin bezig? Hè? Je zegt verbinding, groei. Ja. Wat zijn voor jou actuele thema's die daarin spelen? Ja. Nou, wat ik veel zie is dat er zoveel ruis kan zijn. Dat mensen zo afgeleid kunnen zijn van waar het eigenlijk om gaat. Ja. We zullen het er straks ook over hebben. Hè? Hoe vertaal je dat in bedrijven? Mm-hmm. Maar wat mij bezighoudt is, hoe kom je tot de kern? Dat kun je op individueel niveau toepassen. Dat kun je ook in je bedrijfsmatige processen toepassen. Kom tot de kern. Ja, hebben mensen daar moeite mee? Nou, of gelukkig heb je er zelf, vaak heb je niet. Er zelf moeite gelukkig mee, vaak niet. Ik vind, dat valt wel mee aan de ene kant. Tegelijkertijd, soms moet je in die dialoog ook vaststellen, waar gaan wij voor? Waar staan wij voor? Ja, ik merk dan bij mezelf, werk ik echt van binnenuit. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ja, ik merk bij mezelf dat het heel moeilijk is om continu bij de kern te blijven. Ja. Ja. Mensen zijn natuurlijk in de context, hè, kun je dingen plaatsen, begrijpen. Ja. Alleen ja, daarin ligt de afleiding wel op de loer. Ja. Ja. En dat is, ja, tot de kern komen, dat is. Dat blijft zoeken. En dat is denk ik cruciaal om stappen te maken. Ja. Op jouw LinkedIn profiel zeg jij, je realiseert online leeroplossingen met impact. Ja.
Is dat ook tot de kern komen en daar de verandering maken? Ten diepste wel. Ten diepste wel. En dat is ook een bruggetje naar het thema vakmanschap. Als je niet weet waar jij zelf voor staat, als je niet vanuit een intrinsieke motivatie elke dag weer bij jezelf vaststelt, waar doe ik het allemaal voor? Ja, dan kun je leeroplossingen bieden, dan kun je naar je werk gaan, maar dan is het in feite niet vanuit je hart. Als je dan toch hebt over vijf hart, het werken vanuit je hart, ik denk dat daar begint. Nou, dat zijn mensen soms kwijt. Ja. Ja. En is het nou in jouw ogen op dit moment, als je het over vakmanschap hebt, heb je natuurlijk over iets heel intrinsieks. Ja. Leven we in een omgeving, leven we op dit moment in een wereld waar veel op intrinsieke motivatie gewerkt wordt, of waar het toch veel extrinsiek gemotiveerd wordt? Ik denk, mooie vraag, ik denk dat er het gevaar op de loer ligt dat je toch altijd weer gaat rennen op wat er op je afkomt. Ja. Ja. En dat kan heel breed zijn. Dat kan je werk zijn, dat kunnen op zich hele mooie dingen zijn. En dat je toch vroeg of laat elke keer weer op dat kruispunt staat van waar ben ik in het verhaal. Mm-hmm. Dus dat raakt in feite die intrinsieke motivatie, dat raakt je eigen verhaal, dat raakt waar doe ik het voor ten diepste. Ja. En privé, zakelijk, in je werk ook. Natuurlijk, het is prachtig als je al jaren ergens werkt bij een bedrijf of in een bepaalde functie. En toch dat moment van waar sta ik ten diepste elke ochtend mijn bed vooruit. Ja. 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 Ik heb laatst een keer een boekje gelezen, dit De Groeten met Moeten. Ja. Als je 's morgens opstaat van, daar gaan we weer. Of ik van, we kunnen weer. Ik zeg ook wel eens, en ben je druk of doe je druk? Met andere woorden, hoeveel poespas is erbij? Hoeveel voor de bühne? Hoeveel show? Ja, wat ik zelf wel merk, is dat bij veel bedrijven, extrinsiek motiveren, dan heb je het over bonussen, heb je het over, of over bepaalde dingen van buitenaf toevoegen, groepsdruk of bepaalde prestatienormen. Ja. Je ziet het nogal heel veel bij bedrijven. Ja. 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 En ik moet zeggen, vanuit mijn eigen onderneming heb ik toch ook nogal af en toe trekjes dat ik denk van we voegen daar een beetje toe en dan gaan mensen harder rennen. Ja. Maar gaan ze daar ook harder voor? Ze gaan, ik denk twee dingen. Het geeft focus en veel gaan harder rennen. Waar het mij om gaat is, gaan ze ook met meer motivatie werken. Er zijn tal van onderzoeken geweest de laatste decennia waar keer op keer wordt aangetoond dat de financiële prikkel, Hertzberg noemt dat de dissatisfiers, uiteindelijk niet leiden tot meer motivatie. Ja. Dus dat zijn denk ik twee aspecten. Geld, prikkel, bonus, positieve beloning, laten we het breed trekken. Op dit vlak leidt tot rennen, leidt tot ook rennen naar de kant die jij beloont. Maar ik zet vraagtekens of het leidt tot diepere motivatie of die intrinsieke motivatie. Dat zijn twee aspecten. Maar ze zeggen wel eens van je krijgt wat je meet. Is dat dan ook niet iets extrinsieks? Dat zeggen ik ga meten wat jij doet. Ja, ik denk het wel. En dan de andere kant, dat ik dan denk, gaan we dan met z'n allen op het werk volledig vanuit zingeving werken? Krijg je daarmee ook een bedrijf dat naar de top toe gaat? Ja. Dus ik heb jaren in de financiële sector gewerkt. Een bonuscultuur verantwoordelijk voor de variabele beloning. En ik zag die twee kanten. Ja. Het is onzin om te ontkennen dat een bepaalde bonuscultuur niet kan leiden tot aanscherping, weten wat is belangrijk. Een voorbeeld, als jij Scrum-opleiding wil verkopen en je gaat die drie keer zoveel betalen als de opleiding, vul maar in, Linux-opleidingen, dan zul je zien dat jouw sales meer Scrum-opleidingen zal gaan verkopen. Dus in die zin is het een stuurinstrument. Ja. De vraag is nog steeds voor mij, daar hebben we het nu over, gaat dat dan ook over, ik ben vakman, ik ben vakvrouw en zou het ook in gesprek kunnen gaan over van wat heeft die klant nodig en kom ik zelf tot de conclusie dat in die situatie Scrum belangrijker is dan een Linux. Ja, ja. Ja, dus voor mij en-en. Ja, en-en. Ja, ik vind het interessant dat ook een vraag die ik me kan herinneren. Wij zijn met jullie bezig met vakmanschapsprofielen op te stellen. Ja.
De keuze was, zullen we 40 functieprofielen opstellen of zullen we gewoon naar 5 precies vakmanschapsprofielen ja gaan? En wat een grappige vraag was van mensen, die zeiden, oké, krijg ik dan straks ook salarisverhoging als ik mijn vakmanschap laat zien? Ja, ja, mooi is dat, hè? Ja, en dan, dat vond ik interessant, omdat het juist gericht is op intrinsieke motivatie. Ja. Joh, wat is jouw vakmanschap of precies vakvrouwschap? Hè, nou, ja, maar dat het toch de eerste reflex is, oké. Okay. Ja. En word ik daar dan extrinsiek extra ja voor beloond? Ja. Ja, in die zin, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg, wordt er wel eens gezegd. Dat, hè? Ja. Dus ik heb veel vakmensen mogen spreken, ook in jouw bedrijf. En keer op keer zie ik ogen glimmen als ik mensen bevraag op hun vak. Over ja hun vakbeleving. Dan gaan ze vonken, zeg je dan, hè? Dan gaan ze vonken. Ja, ja, ik ben niet zo van vinken. Ik hou van vonken. En geen lijstjes afvinken, maar neem het. En natuurlijk, geld is belangrijk. En ik kan me ook voorstellen dat als vakmensen het idee hebben, ik ben senior in mijn vak, dat daar wat tegenover mag staan. Maar ja, ten diepste zit daar de kern van vakmanschap niet voor mij. Waar zit de kern dan? Voor mij zit de kern van vakmanschap op het niveau, hoe kijk jij als management naar je personeel? Mm-hmm. Zie jij hen als vakmensen? Zie jij hun met hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel keer op keer in het belang van het bedrijf en het belang van de klanten de goede keuzes maken? Mm-hmm. Of zie jij personeel als medewerkers die onvoldoende in staat zijn om de doelstellingen te vertalen in hun dagelijks werk en van dag tot dag te horen moeten krijgen wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen en vul zo maar in. Dus vakmanschap is ook een management aangelegenheid? Primair. Dus het is dus niet alleen maar dat je zegt, oké, we hebben vakmensen in dienst, dus dan komt het wel goed. Primair. Ik kan me herinneren, toen wij elkaar een tijd geleden ontmoetten en jij overwoog om vakmanschap te introduceren, dat ik tegen jou zei, dat gaat voor misschien jou en je managementteam nog wel meer impact hebben dan de vakmensen zelf. Ja. En daar zit die. De visie op je vakmensen. Mm-hmm. Mijn stelling is in feite dat natuurlijk je moet kaders stellen. Je moet je doelen formuleren. Maar als jij de juiste mensen op de juiste plek hebt, dan weten zij wel wat zij dagelijks moeten doen. Ja. En is het misschien omgedraaid en gaan ze jou vertellen wat zij nodig hebben om jou hun doelstellingen te halen. Oké. Okay. Daar zit hij in feite. Dus je doet jezelf er als management ook een groot plezier mee. Ja. Ja. En wat is dan de stap die het management in eerste instantie dan moet maken? Wat is de eerste stap? Zou zeggen, nou, we willen vakmanschap. Waarom zou je eigenlijk die stap willen maken? Dat is natuurlijk ook wel van, nou, je hebt een bedrijf, draait allemaal prima. Ja. We hebben een mooie hiërarchische structuur. Ja. De directeur die neemt uiteindelijk de beslissingen over alle centen. Ja. Tot 100 euro mogen mensen dan zelf doen. En dan gaan, hè? Ja, en ja, het gaat allemaal prima. Ja. Waarom zou je dat veranderen? Ik denk een eerste stap, hè, op jouw vraag terug te komen, wat is de eerste stap? Dat is en blijft kader stellen. Het is niks waards om te zeggen, joh, ga je gang en ik hoor wel wat goed is en zo om. Het begint mm-hmm met kader stellen. Ja, als je het hebt over de focus in je bedrijf, je eigen doelstellingen, laat dat niet bij een MT en communiceer erover. Maar dat vervolgens concretiseren, ga daarover in dialoog met je vakmensen. Die zitten dagelijks in dat vak en of het nou gaat over iemand in haar vakgebied finance of het gaat over vakmanschap sales, mm-hmm, daar zit als het goed is jouw expertise. En waarom zou je ervoor willen kiezen? Als ik dan even kijk naar de ontwikkelingen, personeel is schaars. Ja. We kennen allemaal de discussies, de business ligt er, maar hoe kom ik aan mijn personeel? Je wilt toch in die end dat jij mensen hebt die kiezen voor jouw bedrijf, voor jouw visie. En dan blijkt keer op keer, geef hun daarin de ruimte om hun daarin te betrekken. Douwe, als ik nou even terugga naar dat bedrijf, ja, die zegt van, ik wil, waarom zou ik vakmanschap gaan doen? Het gaat toch allemaal prima? En ik zet hier wat lijnen uit, als directeur ja zijnde. Waarom? En de directeur vraagt zichzelf af, ja, als ik het nou allemaal aan mijn vakmensen overlaat, ja, dan verwacht ik dat er te veel geld wordt uitgegeven en te weinig wordt verkocht.
Is dat herkenbaar? Kom je dat tegen dus, in de praktijk? Dus zeg jij dan hier feitelijk van, heb ik wel voldoende vertrouwen in mijn mensen? Nou, ik denk dat wel een belangrijk punt is, ja. Dat raakt ik denk de kern, dat, hè? Ik vraag me wel eens af van, ik merk ook in mijn eigen praktijk dat je... op school wordt je geleerd om vooral te focussen op wat niet goed gaat. Ja. Ja. Daardoor krijg je ook misschien een bepaalde mindset van het zal wel niet goed gaan of wat zijn ze allemaal fout aan het doen. Ja. Terwijl de focus in mijn ogen met alles in het leven moet liggen op wat gaat er wel goed, ja. Wat kan ik nog beter maken, ja. En kan ik oplossingen vinden voor alles wat niet goed, ja, gaat. Absoluut. Dus die twee aspecten, hè? Enerzijds vertrouwen geven aan je mensen, aan de mensen om je heen. En anderzijds dat ook waargemaakt moet worden. Hey, uiteraard, je hebt ook mensen nodig die het aankunnen. Maar ik denk dat, ik herken wat je zegt. De nadruk ligt op met de rode pen op wat gaat er niet goed. Ja. En er worden allerlei ontwikkelplannen gemaakt waarin jij als medewerker nog niet voldoet. Vaak in de ogen van de managers. Je zou er ook naar kunnen kijken, waar zit de kracht van die ander? Kan ik dat inzetten in mijn bedrijf? Zo niet, dan zijn er andere gesprekken. Hè? Dan, ja, zit je misschien ook niet op je plek. Maar ten diepste, waar zit de kracht van die ander? En hoe ga je dat in feite groter maken? Ja. In plaats van die ander maar drukken in dat stukje waarvan jij denkt dat is beter. Je kunt jezelf dus de vraag stellen, hoe komt het dat iemand niet in zijn kracht zit? Ja. Ja, en daarbij stel ik me vaak ook de vraag, hoe kan het dat iedereen ziet dat iemand niet in zijn kracht zit, ja, maar dat er niks aan wordt gedaan? Ja, kijk, in zijn algemeenheid, mensen lopen vrij makkelijk om de plek des moeites heen. Ik kom weinig managers tegen die echt durven te confronteren. Die echt durven te zeggen, joh, beste Bastiaan, op dit punt volgens mij, nou, dat. Ja. Dat broeit maar en dat zuttert dan maar door. Hoe komt dat? Nou, angst om te confronteren, denk ik. Ja, dat zit bij veel mensen ingebakken. Hij zal toch niks mee doen, of ik heb het al vaker gezegd, of ja, houd ook op, weet je. Dat. Is dat iets menselijks, of is dat iets cultuurachtigs, bedrijfscultuurachtigs? Of versterkt het een het ander het? Ja, die combinatie. Ik denk dat het begint met dat het in veel mensen zit. En daarnaast kun je een cultuur wel met elkaar bouwen. He, dus heb jij een managementteam om je heen verzameld die zachte heelmeesters, ja, dan hou je het in stand. Ja. Dan hou je het in stand. Ja. Ja. Ten diepste gaat het over hoe kijk je naar je personeel als je het over vakmanschap en hoe zou je daar leiding aan willen geven? Ja. Kijk je met een positieve blik ernaar of kijk je er met een negatieve blik naar? Ja. Dus ik heb wel eens gehoord, je hebt mensen die hebben een positief mensbeeld en een negatief mensbeeld. En het zegt niks over of die mensen positief of negatief zijn. Maar de een die zegt, oké, ik word uiteindelijk in de luren gelegd. Ja. Alleen ik weet niet wanneer. Nee. En je hebt mensen die zeggen, nou weet je, ik ga er 100% van uit dat dat niet gebeurt. En als het gebeurt, zoek ik daar een oplossing voor. Juist. Dat is cruciaal. Hoe er naar mensen wordt gekeken? Ik denk dat het cruciaalste punt wat je zegt, even los hoeveel en vaak daar op die manier naar gekeken wordt, maar het begint met, zoals jij het net zelf stelde, heb ik het idee dat als ik niet controle uitoefen, dat men er dan een zootje van maakt, te veel geld uitgeeft en dat soort taal. Ja. Daar zit hij voor mij. Mijn persoonlijke ervaring is wel, hoe meer verantwoordelijkheid je iemand geeft, ja, en bevoegdheid uiteraard, hoe minder geld ze gaan uitgeven. Ja. Alleen dan moeten wel de echte verantwoordelijkheid er liggen en ook de consequenties voor die persoon zijn. En dat werkt naar twee kanten toe. Ja. Dat werkt naar twee kanten toe. Dat betekent ook dat als iemand de verantwoordelijkheid niet neemt of kan nemen, als hij het niet kan, dan moet je hem helpen. Als hij het kan en het niet doet, dan heb je ook een ander gesprek. Ja. Bij die verantwoordelijkheid hoort ook, pakt iemand hem ook op. Ja. Het is ten diepste de vraag, hoe wil je werken in je bedrijf? Ja. Kies je voor mensen die hun verantwoordelijkheid kennen, oppakken en dan daarna handelen. Ja. En als jij vaststelt dat iemand dat niet kan, dan heb je volgens mij de keus, heb je dan met het individu daarover het gesprek of laat je je principe los?
als het gaat om hoe je wil werken op dat punt. Daar zit hij. Ja. Ja. Ik zeg altijd, als je niet wil, dan moet je een oplossing zoeken. Die kan ook buiten liggen. Ja. Als je niet kunt, dan gaan we je helpen met alles wat we hebben. Ja. Ja. En wat ik zie, is mensen die wel willen en niet kunnen, doorgaans die hulpvraag wel stellen. Ja. Beste Bastiaan, ik heb dit van je nodig, want dan kan ik ook mijn verantwoordelijkheid dragen. Ja. Ja. Oké, en dan zeggen we, zegt een ondernemer, oké, ik ga beginnen met vakmanschap. Ja. Dan bellen ze jou. En wat gebeurt er dan? Waar ik bij veel bedrijven tegenkom, is dat er nog een enorme hang is naar functiebeschrijvingen. Ja. Want weet je, Pietje doet het weer net even anders dan Klaasje, heeft net wat meer omzetverantwoordelijkheid en maken we daar weer een nieuwe functiebeschrijving. Ja, iedereen heeft zijn eigen functiebeschrijving. Iedereen, soms met een bedrijf. Hoeveel mensen werken er in jouw bedrijf? In totaal nu, de bedrijven bij elkaar, 70 mensen. Precies. Stel nou dat je voor iedereen die echt ander takenpakket heeft dan zijn collega, op hoeveel functiebeschrijvingen denk jij dat jij uit zou komen? Ja, tientallen, ja. Tientallen. Meer dan 40, 50, ja. Al snel, hè? Ja. En dat is wat ik zie. En dat zie ik bij de hele grote bedrijven, dat zie ik bij de wat kleinere bedrijven. En tegelijkertijd, en dat zul je herkennen, denk ik, dat het in toenemende mate gaat knellen. De wereld om jou heen verandert snel. Die functiebeschrijving veroudert. En mijn stelling is, een functiebeschrijving is iets voor een afdeling HR. Ja. Ik heb nog nooit in mijn coachgesprekken met mijn medewerkers of toen ik zelf de functiebeschrijving erbij gehaald. Ja. Ik wil het met jou hebben vooral de HR-afdeling dan in plaats van de medewerker. Vaak wel. Ja. Ja. Dat is één. En twee, functiebeschrijvingen onderstrepen het verschil. Mm-hmm. En als je het hebt over samenwerken, als je het hebt over samen, een van je kernwaarden van jouw bedrijf, het benadrukt het individu. Ja. Het benadrukt niet de gemeenschappelijkheid. Vakmanschappen gaan eigenlijk maar op twee dingen in. Waar ben ik voor verantwoordelijk en welk gedrag hoort daarbij? Ja. En dan definieer je dat gedrag dan ook? We definiëren dat gedrag ook, ja. Okay. De vraag die ik vaak stel is, als jij iemand aanneemt, en dan heb ik het over het gesprek met die vakman. Wij richten vakmanschappen in gesprek met de vakmensen zelf. Mm-hmm. Als je iemand aan zou nemen, een nieuwe collega, waar leg jij dan op? Of als het gaat knellen in jouw uitoefening van je vak, wat zijn de momenten dat het spannend wordt? Dan ga je de menselijke gedragsaspecten in feite in kaart brengen waar het in diepste over gaat. Oké, en help jij daar dan bedrijven mee als ze daarmee willen beginnen? En hoe doe je dat dan? Ik begin vaak in kaart te brengen, soms is het op basis van de functiebeschrijving, wat gebeurt er allemaal? En ga ik clusteren op basis van ervaring waarvan ik denk van dit zou wel eens in eenzelfde vakmanschap kunnen zitten. Mm-hmm. Voorbeeld, sales. Je zou kunnen zeggen, sales kun je bedrijven van achter de telefoon. Ja. En je zou sales verkopen op, ga naar de klanten toe. Mm-hmm. Accountmanagement en zo. Ja. De vraag is of het op vakmanschapsniveau erg verschilt. We zijn verantwoordelijk voor omzet. We zijn verantwoordelijk voor klantonderhoud, relatieonderhoud. We zijn verantwoordelijk voor een stuk administratie en zo om. En de vakman die binnen de sales bedrijft, die weet wel waarin zijn taken anders zijn dan de vakman die wat vaker in de auto zit. Ja, dat is mij de ja, precies. Sales is daarin sales in feite. Dat is klanten helpen, de beste oplossingen voor ze verzinnen. Ja. En dat maakt niet uit of je dat op de weg doet of van de telefoon bedoelt. Nee, en tuurlijk zijn de, als je erin zou zoomen op de taken, wat doet iemand op, daar ga je er wel verschillen zien. Dus dan zeg je eigenlijk van, nou, als je dus 5 sales zou hebben bijvoorbeeld, dan heb je niet twee functieprofielen bijvoorbeeld. Je hebt binnen en buiten, laten we zeggen, maar je hebt gewoon 1 vakmanschapsprofiel. Exact. En hoe kom je dan daarachter? Dat zijn gesprekken met die mensen? Of kijk je alleen naar functieprofielen? Nee, wat wij doen is, ik ga in gesprek, als gezegd, met de vakmensen zelf. Joh, vertel mij eens, wanneer ben jij succesvol in je vak? Wat is daarvoor nodig? Ja. En zo boetseren we, zou je kunnen zeggen, met elkaar dat vakmanschap. En daar komen 2, max 3 dingen uit. Waar ben ik voor verantwoordelijk? Welk gedrag hoort erbij? En onderkennen we misschien nog wat specialismes, wat vroeger een aparte functiebeschrijving was, binnen dat vakmanschap. En vervolgens, als we dat hebben vastgesteld, ga ik, dat zijn individuele gesprekken, zitten we met elkaar om de tafel en gaan we dat ook nog aanscherpen. Daar een bepaalde methode voor en dan pakken we op. En als je in zo'n gesprek zit, hè, moet je dan echt, wat gebeurt er in zo'n gesprek? Moet je het echt aan de gang helpen? Of
De reden waarom ik het vraag is, ja, dat ik bij ons heb je die gesprekken ook gevoerd. En daar gebeurde iets in die gesprekken. Ja. Daar leek wel alsof het vuur aanging bij de mensen. Ervaar je dat bij andere bedrijven ook? Ja, en ik zou daarvoor nog een vraag aan jou willen stellen. Hoe verklaar je dat? Ja, dat het vuurtje aangestookt wordt. Dat lijkt mij dat het vanuit van binnenuit komt. Ja. Intrinsiek. Precies. En dat als je aan mij vraagt van vanuit mijn leiderschap, vanuit mijn ondernemerschap, van hoe zou je dat nou aan moeten pakken? Ja, dan kan ik daar heel lang en heel bevlogen over vertellen. Exactly. Maar als ik dan zeg, hoe moet ik nou de fiscale regels gaan uitvoeren? Dan denk ik, ja, dat zijn allemaal moedjes. Precies. Nee, dat is... En ten diepste in die gesprekken, op jouw vraag, ten diepste in die gesprekken boor je aan die intrinsieke motivatie, die vakbeleving. Ja. Dat vinden mensen leuk om over te vertellen. Altijd weer. Ja. Op een verjaardag gaat het niet over de functiebeschrijving, al die taken. Gaat het over mijn vak. Het vak van cameraman. Het vak ondernemer. Dan ga je vonken. Ja. Nou, ja, dat is prima op papier te krijgen. Dat is te pakken. En jij zet dat ook op papier naar die interview? Wij werken dat uit. Ja, ja, wij werken dat uit. In 9 van de 10 gevallen vormt het ook de basis voor wat ik noem het goede gesprek. Mm-hmm. Ja, ook daarin weer term als beoordelingsgesprekken. Natuurlijk, balans opmaken, terugkijken, vooruitkijken, het hoort erbij. Maar heb met elkaar het goede gesprek over het vak. Oké, okay. En dan heb je het op papier staan en dan? Want je zei net, hè, de directie of het management heeft daar eigenlijk de grootste verantwoordelijkheid en de grootste veranderingen. Ja. Hoe gaat het dan verder? Want je hebt interviews gehad, je hebt vakmanschapsprofielen opgesteld. Ja. Nou, dat is wel mooi, dat ruimt al lekker op, minder functie. Ja, precies. En dan? Als je stelt dat de grootste verandering is voor management, dan zul je hun ook moeten ondersteunen in hoe voer je dan dat soort gesprekken. Ja, want we bespraken ook dat we zeggen, ja, eigenlijk willen we die moeilijke gesprekken liever niet voeren. Precies. Ja. Precies. En wat betekent dan als je zegt, joh, mijn team, mijn medewerker is ergens voor verantwoordelijk, krijgt de bevoegdheden. En hoe voer ik dan als manager de gesprekken met hem of haar? Ook als je denkt van, nou, ben jij al toe aan het dragen van deze verantwoordelijkheid? Ja. Ga je het dan overnemen of ga je in feite iemand coachen van, joh, wat heb je nou nodig om die verantwoordelijkheid toch te kunnen dragen? Ja. Dat is een ander gesprek, Bastiaan. Ja, dat lijkt me. Een ander gesprek als dat ik als manager ter voorbereiding van zo'n gesprek kijk, wat moet iemand allemaal doen? Dat doet hij al goed, dat doet hij nog niet. De rode pen die jij net zegt. En dat ga ik jou meedelen. Ja. Ja. Daar zit hij. Daar gaan we over in gesprek. Daar gaan we over in gesprek. Maar wie initieert dat gesprek? Maar dan kom ik toch weer terug bij, oké, het management moet daar dan in veranderen. Ja. Ik heb altijd geleerd van mensen kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Dus op het moment dat er een noodzaak is, hè, een compelling event. Ja. Wat is die voor het management om dit dan toch door te zetten als het straks moeilijk is om over echt daadwerkelijk die vakmanschappen of met de vakmannen en vakvrouwen in gesprek te gaan? Want dat is de grote verandering die moet gebeuren. Hè? We moeten de stereo's eigenlijk moet. Jij bent vakman in mijn organisatie. En dan zeg ik, ja, Douwe, eigenlijk ben je niet meer zo goed in je vak als dat je vroeger was. Nee. Nou, dan weet ik één ding zeker. Dan word jij in eerste instantie heel erg boos op mij. Boos of ik word zenuwachtig of inderdaad. Het er komen emoties. Dat woordje wat jij net zei, dat zegt veel, denk ik. Dat de ander overtuigen. Ja. Eerder in dit gesprek hadden we het over motivatie en hoe zet je mensen in hun kracht. Nou, niet door hun te overtuigen dat jij het anders ziet dan de medewerker. En dat is een gesprekstechniek. En daar ondersteunen wij management in. Hoe krijg je in zo'n gesprek het voor elkaar? We hebben het over eigenaarschap. Begint een beetje een jeukwoord te worden af en toe, maar toch. Ownership kan ook. Ownership. Hoe krijg je het voor elkaar dat aan de andere kant van de tafel dat ownership in feite tentoongespreid wordt? Ik ga jou als leidinggever vertellen waar ik in het vakmanschap, wat ik notabene zelf heb gedefinieerd, ga ik vaststellen voor mezelf als vakman, op dat punt, fantastisch. Op dat punt, Bastiaan, heb ik dit van je nodig. Ik ben hiervoor verantwoordelijk, maar ik merk in de praktijk dat ik de bevoegdheden niet altijd krijg. Ik heb daar wat van jou nodig. Dat zijn de voorbeelden, concreet. En dan krijg je een kanteling dat dit soort gesprekken met name voorbereid gaan worden door de vakmensen zelf en niet door het management.
Ja. Dat is af en toe het omdenken. Dan denk ik al bij mezelf, oh, dat is dus ook nog eens een keertje anders met mensen praten, maar ook nog eens een keer minder controle over wat er gebeurt. Ja. En dan kom ik toch weer terug bij wat is nou het compelling event voor het management om dit dan toch te doen. Ja. Want in eerste instantie lijkt het alleen maar minder te worden. In the end, dat jij, maar dat is de definitie hoe jij graag manager wilt zijn. Ja. Wil jij van dag tot dag controle voeren op je bedrijf wat groeit en groeit en groeit? Of zeg je op een gegeven moment, als manager heb ik primair andere verantwoordelijkheden. En de verantwoordelijkheid over de dagelijkse uitoefening van mijn primaire proces, wil ik wel bij die vakmensen hebben. Ja. Is dat ook aan het veranderen bij de beroepsbevolking? Absoluut. We hebben het natuurlijk vaak over millennials, verschillende generaties, et cetera. Ja. Zie je een verandering in de werkende mensen? Dat ze eigenlijk zeggen van nou, nog net niet als gele hesjes aantrekken, maar dat ze eigenlijk zeggen wij pikken dit niet meer. Wij willen onze eigen verantwoordelijkheid terug en onze eigen bevoegdheden. Ja. Deze podcast gaat natuurlijk over digitale transformatie. Ja. Door digitalisering verandert natuurlijk de hele wereld. Maar zie je daarmee ook de beroepsbevolking veranderen in wat ze willen, wat ze nodig hebben? Worden ze bewuster? Ik denk... Is vakmanschap ook iets wat te linken is aan digitale transformatie of aan kenniswerkers? Want bij een vakman denk je natuurlijk aan een timmerman of aan een schilder of aan iemand die een vak heeft geleerd. Ja. Maar vakmanschap is dat ook voor kenniswerkers? En ook degene die achter de receptie zit. En ook degene die... dat is als ik... Iedereen die vraagt erover zegt van ja, ik voer een vak uit. Maar jouw vraag over de digitale transformatie... het is wat mij betreft altijd onderdeel geweest van mensen. Hoe oud zijn jouw kinderen? 12, 12 en 15. Toen de jongste twee was... zei die al ik. Ja. Dus dat autonome, dat ik wil zelf regie voeren, dat denk ik dat altijd al in de mens heeft gezeten. Mm-hmm. Waar het om gaat is dat in toenemende mate de mens opstaat en zegt van, en nou gooi ik ook dat juk af van dat autoritaire leiderschap en een ander voor mij bepalen, wat moet ik van dag tot dag doen? En zeg van ja, je hebt me toch aangenomen voor mijn vak? Geef me dan ook de ruimte om die uit te mogen oefenen. Dat is ten diepste in feite wat er wel gebeurt, ja. En, is dat anders als een aantal jaar geleden? Nou ja, ik denk het toch wel. Ja? Ja. Als ik daarover met mijn vader, mijn grootvader over zou praten, dan gaat het toch sneller over van, ja, je voert toch uit wat er van je gevraagd wordt. Ja. He, dat dienstbare wat kan leiden tot, zeg maar, wat ik moet doen. En daar oprecht denken dat je het dan ook goed doet. Nou, in de basis misschien niks mis mee. En toch, je creëert mensen die af gaan leren hoe zou je het zelf oplossen. Oké. Binnen die kaders nogmaals, hè. Oké, dus vakmanschap gericht is niet alleen voor handwerk, het is ook voor kenniswerk. Ja. Digitale transformatie, de hele wereld is veranderend, ja. Alles wordt IT. Ja. Daarin zie je echt... het voordeel van vanuit vakmanschap denken in plaats vanuit functieprofiel. Ja. Oké. Okay. En je hebt dus de interviews gedaan. De directie heb je overtuigd. We gaan ermee aan de slag. Binnen een maand implementeren? 2 maanden? Of is dit... Je maakt implementatiestappen inderdaad binnen 1-2 maanden. Als het gaat om, even afhankelijk waar je als bedrijf staat... als er veel afgeleerd moet worden in dat krachtenveld waar we het net over hadden. En daarom lag ik er ook bij. Hè? Ik zag het al. dan gaat dat meer tijd kosten. Ja, dat is een cultuurverandering. Dat is een cultuurverandering ten liefste. Ja. Hè, en je ziet het in heel veel beroepsgroepen. Hè, of je nou praat over ICT. Maar ook als je het hebt over accountancy, bouw. In toenemende mate zijn de soft skills leidend. Kennis is natuurlijk nodig. Mm-hmm. En naar klanten toe zou je een flaat slaan als je op kennisgebied niet king bent. En toch, het gaat over hoe vertel je je verhaal, hoe neem je de ander mee in waarom en in feite dat. Is het dan eigenlijk niet leiderschap wat daar belangrijk in is? Ja. Tenminste, leiderschap niet in de zin van de baas die geeft aan wat er moet gebeuren, maar persoonlijk leiderschap. Leiderschap.
Dus ik vat het altijd voor mezelf een beetje samen van accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet wilt accepteren. Remco Klaas die heeft wel eens gezegd van leiderschap is precies weten wat je wil. Precies. En het omzetten in voordelen van een ander. Ja. Dus dat is daar wel... Het gaat over persoon. We begonnen dit gesprek over intrinsieke motivatie. Waar sta jij voor? Waar ga jij voor elke dag? Dan heb je het over persoonlijk leiderschap. Maar dat betekent dus dat het management niet alleen de vervelende gesprekken moet gaan doen... of de dingen die ze moeilijk vinden. Hè? Tegen iemand zeggen van je moet beter worden of dat. Ja. Maar dat een medewerker ook moet leren om te zeggen... joh, dit gaat eigenlijk buiten mijn acceptatie als vakman of vakvrouw. Ja. Ik wil dit niet en ik kom hier op voor grenzen aangeven, exact. Daar ook grenzen aangeven, joh. Hier raak ik een plafond. In feite gaat het over dat stuk en gaat het over die verantwoordelijkheid nemen over je eigen vakgebied. Oké. Okay. Ja. Als we het over leiderschap hebben, Academy Suite is onderdeel van een groter bedrijf. Ja. Jullie doen ook iets met leiderschap. Ja. En ook iets, jullie maken academies voor bedrijven. Ja. En dat is natuurlijk allemaal weer verbonden aan elkaar, denk ik. In feite wel. En dat hebben we samengebracht onder de naam Ascension Groep. En daar zit in feite ook weer het woord, waar gaat het in wezen om? Wat is een essentie waar je voor staat? Vanuit strategisch wie doen we dat? Enerzijds, waar sta je als bedrijf voor? Uh-huh. En daarin komt automatisch voor, jij als owner van dit bedrijf, heb je het ook dus over dat persoonlijke leiderschap. Waar sta jij vervolgens als mens voor? Nou, dat zijn vaak twee werelden die niet altijd op elkaar worden geplot. Dat is onze uitdaging om die te alignen, zou je kunnen zeggen. Ja. En vanuit Academy Suite borgen we dat inderdaad, wat jij zegt, vanuit ook gewoon een leerplatform, waarmee je in feite ook weer centraal zet, hoe blijf je bij in je vak? Ja. Hoe blijf je bij in je vak? Dat achteroverleunen van, ik doe het al 10 jaar, ik geloof er niet. Hoe blijf je relevant en een leven lang leren in feite? Daar zit het in, ja. Oké. Okay. Ja. We gaan al naar de afronding van het gesprek. Ik heb nog wel een vraag voor jou. Ja. Als je het hebt over continu blijven leren, education permanente, waar wil jij over 5 jaar staan? Dat is een mooie vraag. Ja. Wat ik bij mezelf merk is dat ik meters heb moeten maken om te ontdekken waar sta ik voor. Hoe wil ik zijn? Hoe wil ik werken? Hoe wil ik vader zijn? Hoe wil ik collega zijn? Hoe wil ik een bedrijf aansturen? Je hebt daarvoor actie moeten nemen. Vallen, opstaan. Ja. De confrontatie aangaan. Doen. En gaandeweg merken van, hé, dit past niet bij mij. Dit past wel bij mij. Als ik 5 jaar verder kijk, dan hoop ik dat ik bij mijn kern mag blijven. Als het gaat over het beste uit mezelf halen om voor anderen van betekenis te zijn, dat rode draad is, los welke taken ik elke dag doe, maar dat is iets waar ik over 5 jaar niet van afgeweken ben. Mooi. En dat gun ik iedereen. Nou, dankjewel. Jij ook bedankt. Heb je nog vragen voor mij? Hoe ga jij de feestdagen in? Als een dankbaar mens. Als een dankbaar mens. Wij hebben met jullie natuurlijk de vakmanschappen opgepakt. Ja. En als ik kijk naar Vijf Hart Groep, waarin 5 de opleidingen en AT-computing zitten, dan gebeuren er hele mooie dingen. Hm. En dan focus ik me vooral op de dingen die goed gaan. Ja. Vanuit leiderschap moet je ook soms oplossingen zoeken voor dingen die niet goed gaan. Ja. Dat hoort er natuurlijk bij. En ik betrap mezelf dan nog wel eens op dat ik zeg van, oh ja, dat gaat niet goed, dan ga ik daar heel erg op focussen. Dus ja, dat is voor mij ook een leerproces. Ja. Maar ik ga vooral heel dankbaar de kerstdagen in. Vooral voor gezondheid. Ik zeg ook, ik heb 3 prioriteiten in het leven. Dat is gezondheid, voldoende geld en geluk. En geluk. En op dit moment is dat allemaal meer dan goed. Dus, Mooi. Dankjewel dat we hier zo over mochten praten met elkaar. Ja, jij ook dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En tot een volgende keer.